Dit is de toekomst van medicijnverpakking en gebruik. Het is veilig, efficiënt en betrouwbaar. Tot stand gekomen door een samenwerking van Global Factories en Tio Pharma Apotheken. De medicijnkaart. Juist. Waarom hebben jullie dit ontwikkeld? Dit is eigenlijk ontwikkeld om mensen te helpen met het innemen van medicatie. Dus de patiënten krijgen dit mee voor bijvoorbeeld een week of een dag. Ja. En weten precies wanneer ze wat moeten innemen. Ja, over het algemeen worden deze voor een week voorbereid. Ieder vakje inderdaad de medicatie die ze exact op dat moment nodig hebben. Eigenlijk is dit, je kent die adventkalenders zeg maar, die we vroeger hadden. Dat is hetzelfde idee. Je weet precies waar je bent, op welk moment. Het is gewoon een ontzettend goed hulpmiddel om je medicijnen te nemen. En zo zie je dus als patiënt heel eenvoudig op welk moment van de dag jij je medicijnen moet innemen en wanneer je ze al ingenomen hebt. Okay, en deze persoon heeft dan dus 4 innamomomenten per dag? Ja, klopt. In dit geval deze persoon wel. Dat is ook het mooie aan deze kaarten. Ze zijn echt volledig te personaliseren. Er zijn mensen die hebben 5 innames, daar is een oplossing voor. Er zijn mensen die hebben 3 innames. En ook het aantal medicatie in het cupje verschilt. Nogmaals, dit is echt volledig gepersonaliseerd. En hier begint het hele proces met de blister tray. Die gaat in de blister tray holder. En hier vallen straks vanuit de machine alle medicijnen in. Maar, heel belangrijk, bezit een ID-tag. Zodat je ten alle tijde weet welke tray bij welke patiënt hoort. En dan de laatste fase, het maken van de uiteindelijke medicijnkaart. En ook hier speelt de ID-tag weer een belangrijke rol. Want je weet je precies welke kaart bij welke patiënt. En van elke blister wordt een foto gemaakt in de machine. Zodat A, de software precies weet welke medicijnen in welk vakje zijn gevallen. En B, in geval van een recall, de apotheker weet welke medicijnen bij welke patiënten zijn terechtgekomen. Hoe lang gebruikt u dit systeem? We gebruiken ruim 1 jaar. En wat zijn de resultaten? Voor ons als apotheker is het belangrijkste medicatieveiligheid. Je weet precies wat de patiënt meekrijgt aan medicijnen. En de patiënten die gebruik maken van dit systeem, wat vinden zij daarvan? Het eerste wat ze zeggen is meestal al wat overzichtelijk. Voor hun is 1-1 opslag te zien. Ze weten gewoon precies wanneer ze wat moeten innemen. En ze kunnen ook zien wanneer ze niet ingenomen hebben. Voor jou? Klaar. En zo weet deze patiënt precies welk medicijn die op welk moment moet innemen. Betrouwbaar, efficiënt en veilig. Dus 1 persoon, 1 kaart per week. Klopt, in dit geval wel. Maar het mooie van deze kaart is, je kan hem ook op verschillende manieren gebruiken. Je zou hem ook bijvoorbeeld kunnen gebruiken in een verpleeghuis, in een zorginstelling. En op dat moment is 1 cupje is voor 1 persoon, voor 1 innamemoment. Bijvoorbeeld, dit zou afdeling A zijn. Ah. Patiënt 1 ochtendronde, patiënt 2 ochtendronde, patiënt 3 ochtendronde enzovoort. Dus hij is flexibel inzetbaar. Wil jij als patiënt je medicijnen nou ook op deze manier ontvangen? Ga dan naar je apotheker en vraag om de medicijnkaart.